Mevrouw Bikker, u bent naïef en u sluit uw ogen. Er worden kinderen voor uitgestuurd vanuit Syrië om hier asiel aan te vragen en de rest van de familie vervolgens laten overkomen. Dat verzoek wordt in Nederland gedaan. Terwijl in heel veel landen, voorzitter, in heel veel landen moet dat daar gebeuren. Dat is wat de ChristenUnie, waar u uw ogen voor sluit. Ja, voorzitter, als meneer Eerdmans kiest voor oprechte uitlokking, dan kan hij ook een oprechte reactie krijgen. Dat is onzin. Ja. Het is heel duidelijk dat de ChristenUnie staat inderdaad voor gezinnen dat kinderen bij hun ouders mogen opgroeien. Maar als we naar het geheel van de instroom kijken in Nederland, dan gaat het over een kleine groep van 5000 mensen ten opzichte van de 228.000 die hier binnenkomen. Ik weet dat de heer Eerdmans van cijfers houdt, voorzitter, dus ik dacht laat ik het zo doen. Ja. En dan is het zaak om werk te maken van arbeidsmigratie. Om te zorgen dat we hier geen tomatenplukkers alleen maar naartoe halen, maar dat we zorgen dat we geen lage lonenland zijn, dat het minimumloon omhoog gaat. Ik ben heel benieuwd naar de voorstellen van JA21 op dat punt, in plaats van zo'n rare frame. Zou Sieren, als die dat even anders neerzet. De heer Eerdmans. Voorzitter, mevrouw Bikker laat de coalitie klappen op een stelsel dat in de rest van Europa heel gebruikelijk is. Dat ook gewoon prima beschikbaar is, namelijk het twee-statenstelsel. Waarbij je inderdaad minder bescherming en minder mogelijkheden tot het binnenhalen van de hele familie mogelijk maakt voor mensen met een andere status dan een echte vluchteling. Nou, daar heeft u een dik punt van gemaakt. Dat mag, maar ik geef u aan dat we daarmee dus een heleboel mensen hier naartoe halen die daar dus ook helemaal geen recht op moeten hebben. Mevrouw Bikker. Voorzitter, het feitenvrij doorpraten lukt uitstekend, maar als het toch even heel helder mag zijn, de ChristenUnie heeft stappen gezet. Juist ook om te kijken hoe kunnen we in een Europees beleid harmoniseren. Gaat u straks ook in de stukken zien. Heus niet allemaal dingen die ik op applaus rekenen bij mijn congres, maar die wel gaan over de feiten. En wat ik zo zat ben, is continu dat frame, alsof de meest kwetsbare mensen het hier in dit land verstieren. Nee, dat zijn die veilige derde landers die het hier in die bussen onmogelijk maken. En die mogen van mij terug. Daar kunnen we het over hebben. Maar doe niet alsof ik daarin naïef ben, want dat is eigenlijk, voorzitter, toch de partij van de heer Eerdmans. Die net doet of de meest kwetsbare mensen de problemen zijn. Dat zijn ze niet. Laten we het hebben over de echte problemen. Mevrouw Bikker, u bent naïef en u sluit uw ogen. Er worden kinderen voor uitgestuurd vanuit Syrië om hier asiel aan te vragen en de rest van de familie vervolgens laten overkomen. Dat verzoek wordt in Nederland gedaan. Terwijl in heel veel landen, voorzitter, in heel veel landen moet dat daar gebeuren. Dat is wat de ChristenUnie, waar u uw ogen voor sluit. He, er wordt gewoon misbruik gemaakt van ons systeem. Door mensen die hier naartoe komen om redenen van geld en vervolgens de familie laat meekomen. En u heeft daar een punt van gemaakt om dat juist te laten voortbestaan. Dat vinden wij onbegrijpelijk. Tot slot, mevrouw. Ja, voorzitter. Opnieuw begint de heer Eerdmans met een frame, een soort verhaal over hoe wij dat zouden doen. Ik leg hem duidelijk de cijfers neer. Dat ik bij een groep van 5000 zeg, gaan we niet doen. Kinderen horen bij hun ouders te blijven, zeker kinderen van oorlogsvluchtelingen. Dat ik van een grote groep zeg, mag je stevig aanpakken. Of het nou gaat om mensen die veilig zijn in hun eigen land, neem Marokko, neem Algerije. Of dat het gaat om toch ook wel de hele grote groep aan arbeidsmigranten. De heer Eerdmans komt uit Rotterdam, voorzitter. Hij zou heel goed kunnen weten welke problemen juist arbeidsmigranten die geen werk meer hebben, daar opleveren. En wie daaraan verdienen. Dat weet hij heel goed. En dan is het een keuze, voorzitter, om lekker de ChristenUnie te framen op zijn manier. Mag hij doen hoor, ieder zo zijn lolletje. Maar het is geen oplossing van de problemen. En daarover zijn we het voorlopig nog niet eens. Dat is helder. Ja. Ja, mevrouw Bikker wil graag over tomatenplukkers praten. Ik heb het gewoon over het misbruik. En dat wordt tentoongesteld door de teamleider van Vluchtelingwerken zelf. Die dit perverse beleid, wat het is, en door de ChristenUnie blijkbaar niet wordt tegengewerkt, door dat perverse beleid te blijven ondersteunen. We worden gewoon gepiepeld, mevrouw Bikker, in Nederland. Dat moet u nou eens begrijpen als het gaat over nareizigers en het asielbeleid.